Denk je dat die oorlog in Oekraïne nog lang doorgaat? Dat denk ik wel, ja. Nou ja, langer dan wenselijk is, laten we het zo zeggen. Maar komt die tot een einde in 2023? Dat zou me enorm verbazen. Ik heb geen idee, eerlijk gezegd. Alles lijkt erop dat ze het lang gaan volhouden, ja, zeker bij Poetin. Nou ja, Poetin heeft met zoveel woorden gezegd, ik heb geduld. En nou ja, dat is door tal van mensen opgemerkt, dat die Oekraïners het fantastisch gedaan hebben, nog steeds fantastisch doen. Maar dat als je definieert dat je einddoel is het verwijderen van alle Russen van het soevereine grondgebied van de Oekraïne, nou ja, dat je dat A, waarschijnlijk niet gaat lukken, en B, op zijn best, ja, zou het huidige Rusland in elkaar moeten zakken of moeten imploderen of exploderen. Dus dat, ja, met een beetje realistische visie leert ons dat dat waarschijnlijk niet gaat gebeuren. Dus dan moet je wel weten ongeveer wat je wil en wat je niet wil. Dat die Oekraïners, zolang ze het initiatief hebben natuurlijk, niet van de daken gaan roepen dat ze graag willen onderhandelen en wat de minimumeisen zouden zijn. Ja, dat is inherent aan elk potentieel onderhandelingsproces. Dat je niet van tevoren gaat vertellen, nou ja, mijn laatste bod is dit of dat. Dat doe je niet. Heb jij nog iets gelezen over de sancties die Rusland nu treft? Ik heb het idee dat ze... Nou ja, ik begreep uit de Economist, ik zag alleen de kop hoor, ik moest het, een berichtje van gisteren, dat de Russische economie het verrassend goed gedraaid heeft de afgelopen jaar. Ja, ja. Kijk, ja, die sancties hebben effect, zonder meer. Maar aanzienlijk minder en minder hinderend voor de oorlogvoering dan wij gedacht hebben. Dat de Russen niets terecht hebben gebracht van de oorlogvoering lag aan het feit dat ze waardeloze rommel hadden en waardeloos geleid werden. En ik begreep, maar nou vergeten waar, zoals gewoonlijk, een gebrek aan getrainde onderofficieren. Je las altijd dat de Weermacht zo goed was omdat ze zulke voortreffelijke onderofficieren hadden. Dat zijn natuurlijk de lui die Sint-Treppeltje zit. Die moeten weten wat je kunt doen en wat je niet kunt doen. Mm. Betekent dus ook als het lang duurt dat het Westen zal moeten blijven bijspringen met in ieder geval wapens. Zonder meer. En dat zullen we ook naar mijn idee doen en moeten doen. Ja, ik geloof dat niemand daaraan twijfelt dat dat zo is. En dat het voor onszelf ook natuurlijk van eminent belang is dat Rusland, ja, dat zal tenslotte neem ik aan gepraat moeten worden. Maar dat het is voor ieders, in ieders belang in het westen van Europa, dat Rusland zwaar beschadigd uit die oorlog tevoorschijn komt. Dan moet je wel weer met ze in gesprek. Dat vond ik ook van die reden van Scholz, een paar dagen geleden, ik weet niet precies meer wanneer. Ja, dat je kunt wel maar zeggen dat het allemaal verschrikkelijk is, dat is zo. Maar tenslotte moet je weer met ze in gesprek. Rusland is daar. Ja. Rusland gaat niet weg. Het kan zijn dat Poetin ooit weggaat. Het kan zijn dat die club van dieven en moordenaars ooit weggaat. Maar ook daar zou ik niet al te zeker van zijn. Er is geen enkele indicatie dat Rusland, laten we zeggen, het binnenleven heeft om een fatsoenlijke democratie te worden. Daar geloof ik eerlijk gezegd geen pest van. Die paus Benedictus die nu is overleden, dat was... Ja, hij was wel heel oud hoor. 95 volgens mij? Nou, niet waar, hartstikke oud. En hij was, heeft wel volgens mij voor wat verandering gezorgd. Maar het was een hele conservatieve kerel, hè? Extreem conservatief. Ja. Heel anders dan de paus die er nu zit. Ja. Ja, die ooit mijn sympathie gewonnen heeft omdat hij in een Renault 4 rijdt. Maar voor de rest denk ik dat... het probleem natuurlijk van de Rooms-Katholieke Kerk is dat het een stervende organisatie is in West-Europa. Maar dat het in allerlei werelddelen waar ze het moeilijk hebben... Daar draait het goed en dan winnen ze gelovigen. Deze man die was sinds... Eerlijk gezegd is het niet een van mijn topzorgen, de Rooms-Katholieke Kerk. Nee, ik wou net zeggen, ik was deze man ook weer een beetje vergeten. Ik dacht van, hij is toen gestopt inderdaad om gezondheidsredenen in 2013 al. Ja, dus, toen was hij al 85 geloof ik of ja, zoiets dergelijks. Maar heeft het dan toch nog een hele tijd volgehouden? Ja, maar hij heeft topverzorging. Ja. Ja, je zit daar natuurlijk... neem aan dat de kans dat hij daar een burn-out zou hebben gekregen, dat hij niet groot was. Nee, die hebben het wel goed voor elkaar. Dat kan ik ook wel goed. Hij in de tijd natuurlijk heel goed dat hij het helemaal niet aankon. Ja. Dus dat hij het ook eigenlijk beter niet had kunnen worden. Ja.